Hey allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe ik een lace frontal customize. Het customizen is eigenlijk een realistische haarlijn creëren. Hier zie je dat ik de frontal heb vastgespeld aan mijn piepschuim kop. Dat doe ik omdat ik eerst de frontal zwart ga verven. Hij lijkt al heel donker, maar is eigenlijk donkerbruin. Dus hier zie je dat ik hem verf. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de wortel of de lace te komen, maar niet zo dicht dat je natuurlijk de lace verft. Dit is het resultaat. Dan zie je dat ik best wel netjes heb gewerkt. De volgende stap is het plukken. Het plukken van de lace frontal doe ik met een pincet. En dat doe ik om een realistische haarlijn te creëren. Je ziet me hier al bezig. En ik ga straks ook nog wat dieper in. Wat dieper in de frontal. Dus dan maak ik een kleine scheiding. En dan ga ik ook achter nog wat haar plukken. En het plukken doe je rondom de hele frontal. Nou, hier de scheiding. En let wel op dat je niet te enthousiast gaat plukken. Want wat eruit is, het gaat er niet meer in. Dit is wat ik ongeveer heb geplukt. En nog een stap, de lace verven. Want ik vond de lace een beetje te licht. Dus hier gebruik ik textielverf. Een beetje zout en water. En dan probeer ik dus alleen de lace erin te doen. En dan zie je dat het al best wel snel donker wordt. Dus je moet wel goed opletten. Maar dit spoel je ook weer heel makkelijk uit met water. Dus hier zie je een tintje donkerder. En het eindresultaat op het prachtige model. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het interessant. En tot de volgende keer.